We zijn al een paar dagen op bezoek bij de wagenbouwers in Hezen. En het valt me op dat we er echt steeds meer affiniteit mee krijgen. Als je natuurlijk niet uit Hezen komt, dan rij je door het dorp en dan zie je die wagenbouwers tenten staan en dan denk je, oh, daar wordt iets gebouwd. Maar nu je ziet wat er wordt gebouwd en wat er gebeurt in de tenten, krijg je ineens een heel ander beeld. En dan zie je ook wat het gevoel is van de Brabantse dag en waarom iedereen daar echt zijn hele vakantie aan opoffert. En daar gewoon dag en nacht op die bouwplaats is. Hoi, we mochten even komen kijken. Jazeker. Nou, hartstikke leuk. Welkom bij de Lammeren Vrienden. 40 jaar, hè? 40 jaar. Lang, hè? Ja, ik of de groep. Ja, de groep. Ja. Ja. Kijk, dat kun je ook al zien. Waar is de... Laat ik je staan. Ja, precies. En hoe lang ben jij erbij? 20 jaar bijna. 20 jaar? Ja, bijna de helft. Waarom al 20 jaar? Nou, de Lammeren Vrienden is één grote vriendengroep. Is het zo leuk? Ja, het is echt heel leuk. Is het zo leuk dat je heel je vakantie ervoor opoffert en alle avonden? Als ik vakantie zou hebben gehad, had ik hem erop opgeofferd. Okay. Ik moet toch wel ook nog gewoon werken, dus echt alle avonden. Ja. Ja, dus alle vrije tijd gaat hierin zitten. Heel veel vrije tijd gaat hierin zitten. En haal je zoveel voldoening uit dat het waard is. En zeker weten. Ja? Ah, oh, leuk. Ja, inderdaad. Fijn. Ja, dus dit is onze kantine. Mooi. Zoals jullie zien is er nu niemand. Nee. Want iedereen is aan het werk. Ik zeg, iedereen is druk. Ja. Ja. Of aan het oefenen ergens anders. Ja, want dat moet ook gebeuren, hè? Geef je onze rondleiding, zeg jij, Diane. Ja. Oh, ja. Geef je onze rondleiding? Jazeker. Nou, leuk. Nou, hier zien jullie kantine. En als jullie hier er doorheen kijken, dan zien jullie hier een hele mooie naaiketen met keuken. Ik weet niet, willen jullie even binnenkijken? Ja, graag. Leuk. Nou, kom maar eens mee. Oh, wauw. Kijk. Mooi zeg. Mooi. We hebben hier een heel fijn keukentje. Ja, ik zie het. Dus we hebben het hier luxe. Wel heel luxe. Ja. Luxe, ja. Toilet, koffiehoekje. Mooi hoor. En hier dames die aan het kleding maken zijn. Hallo. Hallo, hallo. Lukt het? Ja hoor. Ja? Druk nog? Ja, altijd wel druk. Ja. Zit goed op schema voor. Nou, fijn. Is het nog leuk? Ja, wel. Ja, het is nog steeds leuk. Hoe lang doet u al mee? Ik doe helemaal nog niet zo lang mee. Nee. Maar ik ben wel meestal aanwezig. Actief. Ja, ja. Leuk. Ja. En dan hebben ze de grootste hoop is eigenlijk allemaal al klaar. En waarom doet u mee? Omdat ik het leuk vind. Ja? Ja. Alleen maar leuk? Ja, alleen maar leuk. Het kost heel veel vrije tijd. Ja, en de kinderen zijn er ook bij. En, en de kleinkinderen en iedereen... van de familie eigenlijk. En u kunt goed naaien, dus u was ingeschakeld. Ja, en dan gaan we gewoon bij het naamje zitten. En dat werkt prima. Ja. Dat moet ook gebeuren, hè? Ja. Belangrijk genoeg. Zeker weten. Zeker. Ja. Is het wel te doen? Want het moet natuurlijk allemaal in relatief korte tijd. Zeggen, 30 rode jasjes, of 15 rode jasjes, 15 witte jasjes, 15 witte broeken, rokken. En zo de rest van de kleding hangt daar. Hele rekken vol. Ja, hele rekken. Ja, 120 man geloof ik dat er gekleed moest, hè? 120 man. Best veel, hè? En we hebben ze nou bijna. Ja. Bijna. Dus je hebt er bijna blauwe vingers van? Nou, nee, dat toch niet. Dat toch niet. Kijk, hier zijn de hoeden van de fanfare. Oh ja. Ja, mooi. En de dansbrietjes. Knap, zeg. Creatief. Ja, hartstikke leuk. Ja. Ja, en inderdaad creatief. Want mensen die beginnen gewoon ergens aan. En dan op het eind van het liedje, dan is het hartstikke leuk. Ja, zeker. En dan zijn jullie allemaal hetzelfde. En dan heb je echt voldoening van. Ja. Mooi hoor. Ja. Super. Nou, succes. Hier staat blote mevrouw. De blote rik. Die moet ze mee naar het paspoort. Ja, natuurlijk. Hij moet goed zitten bij de schouders en zo. Ja. Leuk. Mooi hoor. Zo, ja. Hele belangrijke. Ja, zeker. Nou, ik zie hier een schommel. Ja, voor de kleintjes. Voor de kleintjes. Deze ook altijd belangrijk. Ja, natuurlijk. Zeker. De veiligheid. En oordopjes. Ja, dat is echt wel nodig, hè? Ja, echt wel heel erg nodig. Ja, en, geloof ik. Ja, wij houden wel van veiligheid. Dat is ook belangrijk. Ja. Nou, moet ook leuk blijven. Oh, mooi. Jullie hebben wel een leuk thema dit jaar, hè? Ja, wij hebben een heel leuk thema. Ja, vind ik ook. Heel leuk thema. Dus, dit is dus de tractor. Dan kun je eigenlijk nu al niet meer zien dat het een tractor is. Nee, zeker. Dus dat is... Ja, het thema is... Nou, dat kun je hier inderdaad zien aan de letters. Dr. Antonius Matthijssen. En wat heeft hij gedaan? Die heeft het gipsverband uitgevonden. Ja.
En hoe deed hij dat? Die deed dat door kippen de pootjes te breken. En vervolgens zo te kijken hoe dat ze weer het beste konden genezen. Echt waar? Ja. Oh, oké. Dus heel humaan. Dan kom ik daar uit de buurt, maar dat wist ik niet. Ja, echt. Heel leuk. Ja. Dat is een leuk detail dus. Dat kun je ook straks ook terugvinden op de wagen. Ja. Ja, oh, grote dus, wagen. Ja, wij hebben altijd wel een hele mooie grote wagen. Wow. Nou, en hier ondertussen ook nog zijn we midden in de ruimte. Oh, ja. Zijn we ook nog voor de kinderoptocht bezig. Die is aanstaande zaterdag. Is die kinderoptocht. En er zijn de kinderen hartstikke druk bezig. Ja, die moeten echt zorgen dat het afkomt. Ja. Ja, en daar zijn ze nou mee bezig. Dus. Leuk. Ja, dus en hoe groot overal... is die kindergroep? Is die groot? Dat weet ik niet precies. Okay. Nee. Dat, en daar kunnen ze ook van kleins af aan al aan meedoen? Ja, ja. Wij, zelfs de kinderen hebben zelf op de wagen ontworpen. Dus die hebben tekeningen gemaakt. Ja. En aan de hand van de tekeningen zijn wat oudere jeugd hebben dan de leiding genomen. En die hebben dus volgens de kleine kinderen hebben die dan aan het werk gezet. Jong geleerd, hè? Ja. Toch? Ja, dat is, het werkt zo leuk. Ja, dat vroeg ik net, maar dat weet je niet. Nee. Misschien dat de kinderen daar zelf weten. Weet jullie hoe groot de groep is van de kinderoptocht? Nee. Nee. Nou, dat zullen we wel zien dan. Dat zien we dan wel. We komen zaterdag achter. Lukt het? Ja. Is het moeilijk? Nee. Nee? Je hebt er wel zin in? Ja. Goed zo. Kijk, en zo leren ze ook meteen dat je moet zeker. Het wordt wel heel mooi. Ja. Leuk. En dan gaat het natuurlijk ook nog geverfd. Dat weet je niet. Dat weet je niet. Dat zullen we dan zien. Eerst maar eens zorgen dat het afkomt. Ja. Ja, precies. Nou, succes dames. Dankjewel. Zet hem op, hè. Moet hij vanavond af? Dat weet ik ook al. Oh, dat weet je ook niet. Je doet gewoon zoals het uitkomt en dan... precies. Groot gelijk. Niet te druk maken. Leuk, hè? Ja, hè. Nou, hier nog wat work in progress. Ja, zeker. Even uitkijken. We zullen een beetje hier aan de kant blijven voordat we dadelijk een gipsklodder over ons heen krijgen. Ja, ja en... lukt het? Zo kun je al een klein beetje de details zien van hoe dat het gaat worden. Zeker, hartstikke mooi. Dus ja, dus... en dan kunnen jullie, als je goed kijkt, hier ligt onze wagen zoals we de ontwerper hem getekend heeft. Ja. Als maquette. Ja. Die maken er altijd wel iets heel moois van. Ja. En we hebben op dit moment de jeugd die steeds meer actief wordt. Dus dat is zo leuk. Hoe groot is jullie groep? Wij hebben een groep van 185 leden ongeveer. Oh, dat is wel heel veel. Ja. En steeds meer jeugd. Dus. En steeds meer jeugd. Dus, en in alle commissies komt de jeugd nou ook steeds meer naar voren. Fijn is dat, hè? Dan kan het lekker doorstromen. Ja, ja, dat is ook echt de bedoeling. Ja, dat is ook de bedoeling. Ja. Mag ik jou iets vragen? Blijf maar staan hoor. Lukt het? Ja hoor. Waar ben je mee bezig? Met het ingipsen van de wagen. Oké, dus vanavond ben je zelf ook ingegipst. Nou, het lijkt wel een wassenbeeld inderdaad, aan het eind van de avond. Hey, hoe lang doe jij al mee? Nou, ik doe eigenlijk officieel nog niet mee, dus, maar ik ben een aanhang, dus ik help wel. Oké, dus het eerste jaar dat je meebouwt? Nou, vorig jaar ook al eventjes. Okay. Heb ik geschilderd. Is het leuk? Ja hoor, zeker. Heb je er voldoening van? Ja, op zich wel. Het kost heel veel vrije tijd, hè? Ja, dat wel. Ja. Maar als je het leuk vindt, dan is dat niet erg. We hebben met onze 40-jarig jubileum hebben we ook nog de geboorte van onze mascotte, Lammy. Oh, oké. Okay. Ja, dat was echt heel leuk. Dus het is een beetje een soort Foxy, maar dan voor de landelijke vrienden Lammy. Ja, en, tuurlijk. Nou, de kindjes vinden dat zo geweldig. Dat en zo leuk om te zien hoe dat daar gaat. Dus ja, dat hebben we nu ook er nog bij. Ja, allemaal extra. Oh, Lammy. Ja, Lammy zit in de doos. Die moet eventjes... Die moet nog uitgepakt. Ja. Ja. Even niet. Die zien we dan met de Brabantse dag. Ja, die zien jullie met de Brabantse dag. En met de kinderoptocht loopt hij mee. Dus wat dat betreft dan hebben jullie een mooi zicht op Lammy. Ja, ja Lammy praat niet, hè? Nee, dat hoeft ook niet, hè? Nee. Nee, Lammy is. Hij is er gewoon. Ja. Dit is onze burgemeester in Spanje. Oh, oké. Okay. Burgemeester. Hier rijd ik ook wel hoog, maar... Ja, jij bent gewoon de burgemeester. Ik ben een nachtburgemeester. Jij gaat gewoon Paul opvolgen straks. Nou, dat lijkt me geen goed plan. Nee? Nee. Want? Maar je gaat nog deze keer oefenen en dan is het toch in februari, kan dat toch gewoon? In principe zou ik het kunnen. Ja, dat wou ik zeggen. Maar ik moet andere mensen ook een kans geven. Ja, en je kan hier niet gemist worden. Sorry? En je kan ook hier niet gemist worden. Ik kan hier zeker niet gemist worden. Nee, daarom. Want er wordt één grote puinhoop. Ja, hoe lang doe jij al mee aan de Brabantse dag? Ik ben nu 50 jaar. Oh, echt waar? Wauw, waarom is het zo leuk? Maar niet bij deze groep. Eerst een andere groep begonnen met mijn waarom ouders. Waarom is het zo leuk? Samenhorigheid, lekker bouwen.
Ja, gewoon iets moois op de weg zetten met z'n allen. Dat is en mooi. En dat het zo enorm veel tijd kost, dat maakt niet uit. Nee, want de Brabantse dag is de belangrijkste bijzaak in het leven. Ja? Ja. Dus het kost geen kracht. Oké, dan gaat het vanzelf. Gaat helemaal vanzelf. Ja, en dan van 's morgens tot 's avonds, weekenden lang, alles, maakt niet uit. Maakt niet uit, nee. Knap. Gezin is het belangrijkste en daarna komt al heel snel de Brabantse dag. Ja, en jouw gezin moet er helemaal mee. Mijn dochters doen mee, mijn zoon niet meer. En mijn vrouw is trouwkijker. Oké, nou dat is ook mooi, die moet je ook hebben. Hè? Zeker, zeker, zeker. Vrouwen fans zijn heel belangrijk. Een goede steun op de achtergrond, hè? Ja. En wat ben je aan het doen? Ik ben een omskate aan het maken. Oh, voor jezelf? Voor mezelf, ja. Oké. Okay. Van de burgemeester krijg ik hem denk ik niet, dus. Nee, zo moet toch zelf aan de bak. Ja. Dat is een soort gipsverband. Dus wij hebben de hele wagen als het ware als gipsverband. Al bekleed. Ja. Ja. Dus dat is een klein detail. Ja, mooi. Echt weer eens heel wat anders, hè? Ja. En dat ook allemaal gewoon wit kan blijven is ook fijn. Ja. Ja. Dus, dat gaat allemaal nog wit worden. En de mensen erop die geven de kleur. En net zoals daar hangen nog vlaggen, die moeten we nog maken. Ja. Al die kleine vlaggetjes die gaan overal nog op. Okay. Dus dat zorgt voor de kleur. Aangekleed, maar het gipsverband is ook wit. Dus dat klopt gewoon. Daarom. Ja. Ja. Ja, zo en zo is iedereen bezig. Ja. Ik zie het, het is drukte van je welstier. En dan is het nou nog rustig, omdat de helft van onze groep aan het oefenen is op een andere locatie. Ja, 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 die hebben nog een locatie. Nou, nee, wij zijn eigenlijk van oorsprong van de voetbal. Ja. En nou oefenen we dus ook bij de voetbal. Ja, logisch. Dat zijn jullie ook thuis. Ja, inderdaad. Ja. Dus zo werkt het een beetje. Dus dit is de andere kant. En eigenlijk... Het is wel leuk, hè, die combinatie van verschillende materialen ook, hè? Ja, ja, dus dan zie je ook hoe dat die opbouw is. Zeker. Dus, ja. Al die lagen op elkaar. Ja, en eigenlijk is dit een hele grote werkplaats. Ja, ja, dat is het ook. Ja. Dus. En in de winter wordt dit helemaal afgebroken? In de winter? Ja, binnen 2 dagen. Oh, binnen 2 dagen is het helemaal afgebroken. Dus, okay. We hebben zondag de Brabantse dag. Ja. Dan is maandagochtend is het ontbijt. Ja. Dan rijden wij de wagen naar buiten. Ja. En dan gaat maandag gaat de hele tent plat. En dan gaan jullie alles opslaan? De tent gaan we opslaan en de wagen die wordt eigenlijk als het ware vakkundig gedemonteerd, oftewel gesloten. Dat doen jullie meteen? Ja. Oh, oké. Okay. En binnen 2 weken zijn wij hier weg. Oh. Ja. Dus. 3 maanden heel hard werken. En dan is er niks. En dan is het binnen een week is er helemaal niks. Eén groot zwart. Doet er geen pijn? Ja. Ja, dat is raar, hè? En dan krijgen we in oktober evaluatie. November begint het nieuwe thema. En dan begint het hele circus weer opnieuw. Ja. Ja. Dat ziet er dan naar uit. Ja, zeker. Ja. 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 Dat maandje rust in oktober ook heel fijn. Is ook, ja. Maar dan begint het in november toch begint wel te kriebelen, echt te kriebelen. Ja. Ja, en als je dan... Wij zijn vaak ook met een hele grote groep die naar zo'n thema bij bekendmaking komt. En dan krijg je er meteen zin in. En dan krijgen we er meteen zin in. Ja, en dan beginnen gelijk alle ideeën die komen boven. Ja, we hebben een hele actieve groep met een hele actieve kern met heel veel enthousiastelingen. Dus ja, voelt goed. Dat voelt gewoon als een familie. Ja, ik zie het jou dit leuk vindt. Ja. Ik kan het goed zien. Ja, ja, dat vind ik ook. Zeker weten. Zullen we nog heel even deze kant op gaan? Ja, helemaal goed. Dan gaan we richting buiten. Helemaal goed. Want dan kunnen wij mooi door. Oh ja, nee, jullie moeten ook door, want het moet wel klaar, hè? Kijk, en dan is dit hier... Oh ja, hier zo kunnen we weer naar buiten. Ja, super. Ja, jullie horen. Heel goed. Nou, hartstikke fijn. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. Ja, we hebben heel mooi beeld gekregen. Ja, en ik ben benieuwd naar... Tot zondag. Zo word je dan heel benieuwd ineens naar de parade, hè? Ja. Want dat gaat zo. Nou, en, maar begin bij de kinderoptocht. Want vergeet die niet. Nee. De kinderen. Nee, zeker. De jeugd is de toekomst. Ja, dat is ook belangrijk. Dus kinderoptocht. Ja. En dan, en dan de grote parade. Hartstikke mooi. Ja. Dankjewel. Zet hem op. Dankjewel. Bedankt, hè. Oké. Okay. Doei. We hebben afgesproken met Frank van Lierop en met Guus Berkers. Heb je een van twee al gezien misschien? Nee. Doei. Nee, nou dan wachten we. We hebben pas om 11 uur afgesproken. Kom maar binnen. Ja, kom maar binnen. Nou, dankjewel. Kan je mee? Ja, dat is ook wel eens leuk, hè? Ja, dat is ook wel eens leuk. Kom maar binnen. Goedemorgen. Dat is ook een eer dat we hier eens mogen kijken. Ja. Oh, het is hectisch nu met veel verzoeken en veel vragen. Allemaal vragen en wij lossen het gewoon op. Kijk, ben je erin? Zijn jullie te druk voor ons of kan het even? Nee, natuurlijk kan het niet. Ga je Guus?
Hallo. Jij bent hoofdfacilitaire dienst, toch? Ja, facilitaire dienst, veiligheid en vergunningen. Kijk. Daar heb ik in mijn portefeuille zitten. Frank. Frank, ja. Jij bent van de parade. Ja, hoofdparade noemen ze dat, hè? Ja. Stichting Brabantse Dag. Ja. Jullie zijn er maar druk mee, of niet? Ja, rond deze tijd natuurlijk wel. Ja. Door het jaar heen laat het ons ook niet los. Maar rond deze tijd is het natuurlijk, wat dat dan gaat, primetime. Hoe lang ben je al betrokken bij de Brabantse Dag? Betrokken? Ja, vanuit de wieg. Ja? Ja, dus je bent er gewoon mee opgegroeid? Ja, ik heb wel eens gezegd, het is ons met een paplepel ingegeven. Je had geen keus, het was er gewoon. Ja, mijn vader was een van de early adapters. Hè. Dat was, die hoefde je niet te motiveren, die ging toch de straat op. Ja. Die heeft dus gezegd, als de Brabantse Dag niet doorgaat, ga ik toch. Ja, oh, dan alleen. Doe ik het, dat doe ik gewoon zelf. Ja, ja. Ja. Dus die heeft ons in zijn kielzorg meegenomen, mij en mijn broers. Ja, en ik heb eerst bij de vriendenkring van mijn vader, later zijn wij zelf doorgestart met de jeugd van de Kapelstraat in de vriendenkring Hopeloos. Dus ik heb 49 optochten op rij deelgenomen. Ja. En vanaf de 50ste ben ik eigenlijk hoofdparade geworden binnen de stichting. En als zodanig samen met Guus verantwoordelijk voor de paradebegeleiding op de dag zelf. Maar ja, als je 50 jaar hebt meegedaan, dan weet je ook wel hoe het werkt. Ja, wij weten hoe de klappen van de zweep. Ja, dat bedoel ik. Ja. En jij, Guus, hoe lang doe jij al mee? Ja, ik ben een stuk jonger natuurlijk. Ja, ja. Dus, nee, ik ben een late roeping, dus ik ben pas wel later begonnen. Ik begon ook bij Hopeloos in 92, toen hadden ze mensen tekort. En toen heb ik een jaar meegedaan als Romeinse soldaat. En toen kon je niet meer terug. Ja, maar ook goed. Ja, nu goed, als je één keer hebt meegedaan, dan. Ja, dus daarna heb ik 30 parades meegedaan, denk ik. In het bestuur gezeten van Hopeloos. Spelcommissie gedaan. En toen ik als secretaris stopte, toen kwam de stichting vrij snel vragen of ik. Dus je blijft toch wel iets doen. Zeker? Ja, je blijft wel iets doen. En we kunnen één keer afzeggen, maar de tweede keer. Heb maar gedaan. En, toen was ik eraan begonnen, dacht ik, weet je wat? We doen het gewoon samen. Frank, die doet ook mee. Ja. En omdat wij ook samen veel... Frank doet alle creatieve dingen in de parade. Ik doe meer de veiligheidsdingen en de wat technische dingen. Maar tijdens de parade zelf, dan zijn we een setje. Ja. En dan proberen we samen de parade gewoon veilig en zonder gaten en zonder opstommingen door het dorp heen te krijgen. En als dat goed werkt, nou... Toch? Ja, dat weet ik. Ja, never change a winning team. Nee, dat wil ik zeggen. Dan moet je dat zo laten. Dat moet maar elke keer weer blijven. Maar volgens nog hebben we alleen, alleen maar positieve ervaringen. Ja, nee, absoluut. Ja. Gebeurt er ook wel eens iets vervelends? Nou ja, vorig jaar hadden we nog een in het publiek iemand die onwel werd. Waar toch vrij snel, die viel heel vervelend. Dus daar moest men spoed een ambulance naartoe. Ja, nou hebben we dus protocol voor gemaakt. Dan gaan alle wagens naar rechts. Dan stopt iedereen. Dan stopt het spel. Daar komt een ambulanceparcours op. En, maar goed, dan staat de parade wel minimaal 20 minuten stil. Ja. Want die ambulances zijn in drie tellen voorbij. Maar voordat dan, in dit geval de mevrouw, die is gelukkig goed afgelopen. Mm. Maar die mevrouw die de ambulance mee moest. Nou, dan moet de ambulance van het parcours af. Nou, voordat we dan alle wagens van de gang hebben. Nou, dat is gewoon 20 minuten. Ja. Ja. Maar ja, goed dus, dat je erop voorbereid bent. Want Ja. Ja. Nee, dat moeten we hebben. We hebben 30 Rode Kruismedewerkers langs het parcours. We hebben een verpleger op een motor die snel ergens naartoe kan. De veiligheidsregio heeft ambulanceposten ingelicht. Dus we kunnen echt wel snel reageren als nodig is. Ja, je ziet nou dat je het goed voorbereid had, want het werkt gewoon goed. Ja, precies. Ja. Zo is het. Het is ook weer een test, hè? Ja. 90% van het succes en de voorbereiding. Ja, zeker. Maar eigenlijk voor jou mensen willen weten wat het leukste is wat je ooit mee hebt gemaakt. Wat is het allerleukste, het gekste, het grappigste wat je ooit hebt gemaakt? Denk erover na. Wat is het leukste wat je ooit hebt gemaakt? Als bestuurslid of als... In deze rol die je nou hebt. Het allerleukste vind ik met een beperkte club mensen alles regelen en iedereen doet mee. En het maakt niet uit wat we vragen. Iedereen denkt van dan ga ik fixen. En dan, we hebben ooit de gekste dingen in één keer nodig en dan iemand weet iemand. En dan, vorig jaar hadden we in één keer rijplaten nodig. En hoe komt er nou zaterdagsmiddag een rijplaten en toch hadden we rijplaten. Ja. Het is superleuk om te zien dat wij gewoon heel veel vrijwilligers hebben die gewoon echt gewoon er vol voor gaan. Helemaal voor gaan. Vol voor gaan. Ja. Ja. Hey Frank, de mooiste herinnering? Ja, nou ja, de mooiste herinnering komt eigenlijk zo'n beetje jaarlijks terug. Ik heb het niet gecontroleerd. Eigenlijk is de mooiste herinnering wat mij betreft het jaarlijkste moment als die parade voorbij is. Iedereen weer veilig in de tent. Geen ongelukken gebeurd. Allemaal aan het feest, in het feest.
Dat is eigenlijk de grootste voldoening die je kunt hebben. Dan kijk je tevreden rond en dan, ja, dan, dan kijk je rond gedaan. En dan kijken we elkaar aan en zeggen we zo, jongens, kat in bakkie. Ja. Op naar volgend jaar. Ja. Ja. En dan drinken we spaarrood. Ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, ja, nee, dan beginnen we ja, met. Drinken ja, spaatje rood. En dan, ja. Dan, dan hebben jullie het er nog eens over. Ja. Nou ja, en dan komt natuurlijk het feest, in de, het slotfeest in de tent. Ja. Nou ja, dan, ja, is ook nog even dan komt er een emotie vrij. Dan komen er, nou, iedereen heeft dorst, dus we drinken wat. En dan, ja, dan is het ook, ja, wel een superleuk feest. Ja, super. En dan gaan jullie even afkicken, een maandje. Nee, beginnen... nee, want daarna moeten we eigenlijk volle bak in de gang om alles weer uit het dorp te slepen wat we erin hebben gezet. Ja. Dan moet alles terug naar onze opslag aan de Heipolder. En dan zijn we heel het jaar door aan het onderhouden en nieuwe dingen aan het maken. En, dus jullie zijn er eigenlijk gewoon een heel jaar mee bezig? Ja, het hele jaar. Wij hebben, je zegt er even tussenuit, nou noem het radiostilte. Ja, hè, zo, maar ja, dan zo gebeurt ongeveer er nog van alles achter de schermen. Ja, ja, volop. Ja. En begin november is de kick-off van het nieuwe thema, de presentatie daarvan. Ja, en vanaf begin november tot, zeg maar, nou, na het bouwseizoen, dus officieel loopt de bouwperiode tot 1 oktober. Hè. Ja. Ja. Ja, dus we liggen een maandje radio stil, een maandje stil, ja, maar wij achter de schermen draaien door en in begin november gaat het weer los met de themapresentatie. Ja. We hebben net deze gezien. Ja. Mochten we die al zien? Ja hoor, die mag je zien. Ja, ja zeker. Hij is ja, weer mooi hè? Ja. 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 Even, vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie ter beschikking? Hoeveel mensen, want je zegt achter de schermen, er zijn heel veel mensen buiten beeld, die is vrijwilliger. Een enorme grote rol spelen. Hè? Ja. En was eigenlijk ook de wens, we hebben met Christa ook over gehad, om nou eens die 17e groep, ja, die ja, vrijwilligers, die maken natuurlijk wel het verschil. Ja. Hoe groot is die groep van vrijwilligers? Ja. Kun je die vraag herhalen? Ja, ja, ja. Ja. Hoe groot is de groep vrijwilligers? Ja, we hebben een vaste groep vrijwilligers van ongeveer 115 mensen. Die heel het jaar door ook bezig zijn voor de parade. En dat is eigenlijk... Er zijn mensen die graag klussen, er zijn mensen die graag de penningmeester meehelpen. Er zijn mensen heel veel in marketing en in PR, social media. Ja, noem maar op. We hebben echt heel veel mensen nodig. En op de dag zelf, dan komen er nog een kleine 500 mensen bij die wij inhuren voor wegafzettingen, kassaposten, borden van de Brabantse Dag begeleiden. Nou ja, noem maar op. Heel veel mensen die de horeca bemannen. Ja. Dus, maar die huren we voor een dag in, maar de vaste club, die wij dan de 17e Wagenbouwersgroep noemen, dat is een 150 man uit Hees en omstreken. Belangrijk, hè? Zonder die 17e groep is er geen parade. Nee, geloof ik. Nee. Zonder die andere 16 ook niet, trouwens. Nee, tuurlijk. Dus, heb elkaar echt nodig. Ja, ja. Ja, ja, is, absoluut. Ja. Ja, die grootste, want dat vergeten we misschien wel, maar die parade die komt tot stand op basis van de vrijwilligheid van 16 groepen wagenbouwers. Ja. Die hoef je niet te motiveren, die hoef je niet aan te sporen, die gaan. Mm-hmm. En als je dat rekent, inclusief medewerkers die wel ondersteuning bieden, maar niet in de parade meegaan. Mm-hmm. Ja, dan zit je ver boven de 2000 mensen. Ik denk binnen het dorp wel naar de 3000 gaat, als het over betrokkenheid met het evenement is. Nou, dat betekent wel gewoon dat ieder gezin iemand heeft die betrokken is bij een parade. Absoluut, ja, absoluut. Ja. Ja. En ook mensen die hezen... nieuwe inwoners, zeg maar, instroom. Als je daar je oor te luisteren legt, dat zijn ook vaak verhalen. Die mensen zeggen, ja, je moet eigenlijk op enig moment een haakje oogje slaan met de Brabantse Dag. Maakt niet zo heel veel uit in welke vorm. En het maakt ook niet heel veel uit in welke functie. Of het nou betrokkenheid bij een groep is of als vrijwilliger bij de stichting. Dan integreren. Maar op het moment dat je dat doet, ja, dan ben je snel deel van het geheel hier. Ja. Ja. Ja, dat gaat snel. Als je bij zo'n wagenbouwersgroep komt, hè, vergis je niet, dat zijn groepen bij van 180 leden. Ja, zeker. Als je dat bedrijfsorganisatorisch bekijkt, dan is dat gewoon een bedrijf. Groot bedrijf. Dat is gewoon, daar zitten commissies, werkgroepen, daar wordt leiding gegeven, daar is sprake van management. Ons is wel opgevallen dat de sfeer overal echt gewoon heel fijn is. Heel, dat is zeker waar. Echt gezellig, iedereen gunt elkaar, het is goed zo. Maar ook inderdaad wagenbouwersgroepen onderling. Ja. Want het leent gewoon spullen uit aan elkaar en het helpt elkaar. Dat is wel een groot verschil. 20 jaar geleden, toen was het... not done om bij iemand anders in een groep in een tent te gaan kijken. Ja, dat was ook echt nog geheim, hè? Ja, absoluut. Ja. Maar tegenwoordig, iedereen helpt elkaar. En er is een appgroep waarin de mensen zeggen... God, ik heb dit nog over en die kant gebruiken. En er worden spullen geruild, eigenlijk. Hè? Er wordt meer geruild. Leuk, hè? Meer geruild, verkocht. Ja. En tot en met 5 minuten voordat de parade trekt... als er dan ergens een probleem ontstaat...
dan rent er iemand een tent in en die komt naar buiten met een lasapparaat en die lost daar gewoon op. Ja, en we zagen ook inderdaad jonge mannetjes gewoon inderdaad zagen, lassen. Het gaat bijna als vanzelf, hè? De jeugd heeft natuurlijk de toekomst, ook bij ons. Ja. Alleen het leuke bij ons is dat het vanuit de wieg stroomt het in. Ja. En de jeugd is, nou ja, als je ziet naar de procentuele verdeling van de groepssamenstelling van zo'n wagenbouwersgroep. Nou, dat is, als je ziet hoe snel dat die aanwas laat invullen, dat is onvoorstelbaar. Dat zegt alles, hè? Jeugd. Ja. Dus maar goed, dat is het mooie van ons evenement en doet het al 65 jaar goed. Dus ja. Laten we het vooral zo houden. De wagenbouwers zijn altijd op zoek naar extra en nieuwe wagenbouwers. Maar de stichting is ook altijd op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen om het evenement te organiseren. En het maakt niet uit waar je talenten liggen. Of je nou graag klust, of je graag financieel bezig bent, of teksten schrijft, of met marketing bezig bent. Of maakt eigenlijk niet uit. De horeca hebben ook altijd mensen voor nodig. Dus iemand die zich wil aanmelden, heel graag. Dat mag alles zijn tussen 1 dag per jaar en 300 dagen per jaar. En hoef je niet per se uit Hezen te komen, hè? Nee, zeker niet. Nee, wij vinden alles goed. We hebben ook mensen uit Budel, we hebben mensen uit Eindhoven, we hebben mensen uit Veldhoven. We hebben echt zeker, wel zeker. Meer dan alleen Hezenaren. En het grappige is wel, de meeste vrijwilligers die 1 jaar hebben meegedaan, die gaan meteen voor de 25 jaar. Dus, maar het is gewoon hartstikke gezellig. Dus doe een keer mee, probeer het een keer. Het is gewoon gezellig. En dan weten jullie hoe het afloopt. Echt leuk. Ja. Ja. Alleen over mensen uit Leenderstrijp moeten we vannachtje naar slapen. Ja. Nou, als je handig bent, ben je welkom. Zelfs die zijn welkom. Zelfs die, daar kunnen jullie wel mee. Zeker weten. Nee, geen probleem. Ja. Er is ongetwijfeld ook wel een stress. Of niet? En hoe gaan jullie daarmee om? Ja, wat is stress? Gezonde spanning zou ik zeggen. Hè? Ja. Kijk, ook wij dealen met wisselende omstandigheden. Alles plannen is het simpelste deel. Planningen worden gemaakt om ze bij te stellen. Daar gaat de gezonde spanning ontstaan. Maar ja, in alle eerlijkheid, we hebben een club mensen die allemaal voor reden vatbaar zijn. Mm. En bereid zijn om te kijken naar wat het werkelijk is. Zowel binnen het bestuur van de stichting als de vrijwilligers, maar ook vooral de wagenbouwers. Mm. Dus ja, een echte stress, dat duurt ongeveer, 2 minuten. Ja, precies. En dan, we waren net bij de burgemeester op de koffie en die zei, het gaat onderling ook zo gezellig. Hij zei, het verleden was wel eens gekissenbis, maar dat is eigenlijk helemaal niet meer. Het gaat onderling zo leuk met de gemeente en de stichting. Ja, nou ja, vroeger was het, daar heb ik natuurlijk niet zo heel veel beeld bij, omdat ik kan geen 60 jaar terug in die zin. Maar van horen zeggen. Ik denk dat het met name ook de relatie met de gemeente, maar met al onze partners en al onze dienstverleners. In de loop der jaren is dat een samenwerkingsverband geworden, zoals dat ook met die wagenbouwers en onderling die wagenbouwers een samenwerkingsverband is geworden. Want die wagenbouwers zelf roepen ook, kijk, die parade die maken we tegenwoordig samen. Ja. Dat zijn geen 16 losse groepen. En zo kunnen wij het evenement ook alleen maar organiseren als we met de gemeente samen op kunnen trekken. Ja, want als dat niet kan, dan is het bijna een onmogelijke opgave. Nee, want er zijn ook zoveel regeltjes en dingen. Je moet je overal aan houden. Is ook goed, moet ook, als je met zoveel toeschouwers en zoveel mensen meedoet. Maar het is wel leuk als het samen kan. Nou ja, het is belangrijk. We hebben sinds een aantal jaren een wagenbouwersplatform waarin wij met alle wagenbouwers praten over dit soort dingen bijvoorbeeld. Hè. Er komen steeds meer regels waar je mee rekening moet houden. Nou, en als je daarover communiceert en je legt mensen uit van het is niet anders, want dit moeten we gewoon nu gaan organiseren. Dan snapt iedereen, dit hoort bij de huidige tijd. Ja. Het leukste vind ik altijd wel, als je het hebt over samen dingen doen. Op het moment dat de prijsuitreiking is, dan is iedereen in superspanning. Terwijl je niks meer wint als een beker aan de eer. Ja. Maar, want het gaat helemaal niet om grote bedragen. Nee, helemaal niet. Nee, het gaat om de beker en de eer. Maar op het moment dat de groep die gewonnen heeft, dan is het binnen 10 minuten hebben alle andere groepen die groep gefeliciteerd. Dan komen een aantal groepen een blad bier brengen. De sfeer in de tent is eigenlijk altijd top. Maakt eigenlijk niet heel veel uit wie er gewonnen heeft, Frank. Nee. Gaat over de eeuwige groep. Natuurlijk, daar zit een competitie-element in. Absoluut. Ja, tuurlijk. Je wil wel genoemd worden. Dat zou wel leuk zijn. De diehards en de ontwerpers van deze wereld. En de besturen van de wagen. Tuurlijk, daar zit ambitie achter. En dat is ook mooi. Dat maakt het ook competitief. Mm-hmm. Ja. Maar tegelijkertijd zijn ze allemaal trots op elkaar. Op het moment dat die prijs ook valt. En nogmaals, het is de eeuwige roem. Het is een beker met grote oren die, als je geluk hebt, de avond overleeft. Ja.
ook bij. Ja, dat zei ik er ook bij. Ja. En voor de verdere rest krijgen ze individueel allemaal een winnaarsschildje. Ja. Nou, dat is dan ongeveer het materialistische deel van het geheel. Dat kun je dan dus laten zien. Geld dan komt er niet bij je aan te pas. Nee. En het openingsfeest zaterdag? Ja, dat is altijd voor ons wel een groot kick-off moment. Ja. Dat gaat voor voorafgaand, voor de tweede keer doen we dat dit jaar een open tententocht. Waarbij het publiek uitnodigen om met de fiets de bouwlocaties te bezoeken. En zich al wat te oriënteren op de onderwerpen. Ja. Er zit ook een klein spelelementje aan, dus ook voor de jeugd wel grappig. Ja. En we hebben de kinderparade en daar, dat gaat over in ons openingsfeest. Ja. Ja, en dat is eigenlijk een moment voor de wagenbouwers, omdat de rest van de week staat bol en volledig in het teken van die wagen en de parade. Ja, ja, precies. Ja. Want de laatste weken moet er altijd nog veel gedaan worden. Want ik zie, we zijn dan op een paar groepen geweest en die zeggen, we moeten nog heel veel doen, maar we krijgen het af. Dat is elk jaar hetzelfde verhaal. Ik maak rond de kermis vaak een rondje tenten, om het zo maar te zeggen. En dan ben ik altijd op zoek naar de kermispaniek. Is er die? Hè? Zijn mensen, dat is zo'n 14 dagen voor het evenement. Ja. En hoe staan we erbij? En dan kom je op tent, dan denk je van, nou, hier is nog iets te doen. Ja. Maar ook geen paniek, alle rust, alle rust. Komt. We halen het en als hij niet helemaal af is, gaat hij zo de weg op, horen wij ook al precies zeggen. Precies, dat is wel een grappige. Dit evenement is van die naart dat als je zegt, we zijn eigenlijk niet helemaal klaar, maar je zegt er niks over, dan ziet ook bijna niemand het. Het hoeft niet perfect, als het gewoon goed is, is het goed. Ja, zo is het. Ja, maar ik moet wel zeggen, als je... Je ziet zo'n tekening van een ontwerper en als je dan op het industrieterrein staat die wagen klaar om met de parade in te gaan en dan staat hij er gewoon. Ja. Ja. Dan is het wel gewoon, die tekening staat er gewoon. Ik en jullie hebben het nou al zo vaak meegemaakt, maar ik denk dat je elk jaar weer denkt van, oh, mooi. Ja, dat zijn echt, dat is flabbergasting sowieso nu en dan. Hè. En wij hebben een document, een digitaal document, dat noemt zich Brabants Faam. Daar vind je al die oude beelden op terug. En ik heb zoveel mensen in mijn kenniskring die eigenlijk door het jaar heen dit niet kunnen laten om ze nu dan gewoon door dat album te struinen. Ja. En zich weer te laven aan de beelden en de gevoelens die er toen loskwamen. Ja, zo vaak denken ze er door het jaar heen gewoon aan. Ja, denk ik ook. Dat zijn gewoon, het zit er gewoon. Ja, dat zit helemaal naar binnen. Ja. Mm. Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, je hebt natuurlijk ook, iedere winnaar krijgt ieder jaar een tegel in een dorp, hè? Dus we hebben de Walk of Fame. En iedereen weet waar zijn eigen tegels liggen. Ja, tuurlijk. Ja, daar dus rennen ze geen zo probleem. Op af. Ja, geen probleem. Ja. Ja, het trotsen. Ja. Maar de echte drijver is nogmaals is niet die prijs, want er zijn echt diverse groepen die eigenlijk van tevoren zeggen, ja, wij doen niet mee voor de grote prijzen. Nee. Maar wij doen mee voor de gezelligheid, voor het groepsgebeuren, wat die Brabantse dag is. Dat horen wij ook, de hele zomer door, ja, precies. En daar is het zowaar nog leuker om in de tent te komen, als ik een rondje doe, als dat je bij de grotere groepen die echt voor de prijzen mee kunnen fanatiek doen. Zijn, ja. Die kleine groepen waar het zo ook diep van binnen zit, gewoon het plezier en de lol en het mee willen doen gewoon. Ja, dat maakt het mooi, hè? Ja. Nou, dankjewel voor de uitleg. Zal je niet langer ophouden, want jullie zijn keidruk. Ja, keidruk. Ja. En nou, we gaan elkaar zien. Zeker weten. Dankjewel, bedankt. Hè. Kom jongens. Doei. Hoi. Beste mensen, kom eens kijken, voor de burgers buiten lui. Kom naar Hees, kom eens kijken, want een optocht trekt voorbij. Er zijn van allerhande wagens en van allerhande lui. Kom naar Hees, kom eens kijken, want een optocht trekt voorbij. Houd u.